Goedenavond, u allen die hier bent vertegenwoordigd. Ik groet ook de mensen thuis, luisteraars, kijkers. Laat mij aangeven, aangegeven, dat na de vergadering van de Raad van Ministers en de regeringsvergadering, dat de regering dus een persconferentie geeft. Dat we dus in dat verband hier zijn. Laat mij aangeven dat voor wat betreft justitie, vandaag binnen de Raad van Ministers, enkele raadsvoorstellen zijn behandeld. En die hebben te maken, voor wat justitie betreft, met wetgeving. Zo is er een raadsvoorstel voorbereid voor aanpassing van het rijbesluit. De wet aansprakelijkheid motorrijtuigen. Namelijk ten aanzien van e-bike. U weet, het is een veelbesproken onderwerp. U ziet ze elke dag dwars door het verkeer. Soms heel gevaarlijke situaties creërend. Dus de wet wordt aangepast, het rijbesluit wordt aangepast. Voor wat betreft e-bikes, dat ze dus eigenlijk de worden gecategoriseerd als bromfietsen. Los van andere voorwaarden, dat je zeker 16 jaar oud moet zijn om een e-bike te mogen besturen. En ook dat je een valhelm op moet hebben om te kunnen besturen. Maar dat is door de Raad van Ministers en de procedure is de president, staatsraad. Vervolgens weer naar de president en dan behandeling in de Nationale Assemblée. Zo ook heb ik een raadsvoorstel laten behandelen. Conceptwet, Nationaal Mensenrechten Instituut. U weet, het is ook een veelbesproken instituut voor wat betreft mensenrechten. Dat raadsvoorstel heb ik dus ingediend. Het is goedgekeurd door de Raad van Ministers. En dat zal dus dan later worden besproken in onze Nationale Assemblée. En dan kan ik ingaan op de veiligheidssituatie en de acties die worden ondernomen tijdens de veiligheidsdiensten met in de lead het Korps Politie Suriname. U weet ook dat we niet zo lang terug de operatie Zero Tolerance hebben aangekondigd en het is ook al gestart. En de resultaten tot nu toe, alhoewel ik niet specifiek in detail zal treden, waarschijnlijk zal het Korps Politie Suriname dat doen. Maar er zijn positieve resultaten geboekt. Er zijn verdachten aangehouden, vuurwapens in beslag genomen. En al dat soort zaken. Gisteren heb ik gesproken met de procureur-generaal en de korpschef. We hebben een zogenaamde driehoeksoverleg. En daarin zijn er ook maatregelen getroffen. De maatregelen worden aangescherpt. En zo heb ik bijvoorbeeld aangegeven dat ten aanzien van identificatieplicht, dat de politie meer daarop gaat letten dat wanneer u gestopt wordt, dat de politie ook mogelijk naar uw identiteit gaat vragen. En als u dat niet bij u hebt, is de mogelijkheid, staat het open dat u waarschijnlijk naar het politiebureau wordt overgebracht om in ieder geval uw identiteit vast te stellen. Ten aanzien van de kentekenplaten, het is ook een veel voorkomend fenomeen dat bestuurders van voertuigen hun kentekenplaten van hun voertuigen verschuilen achter mica-platen. Dus daarop zal ook de focus worden gelet in verband met criminaliteitsbestrijding. Ook maatregelen ten aanzien van getinte ruiten. Dat is ook een veel voorkomend fenomeen. U weet hoe hinderlijk het is in het verkeer ook. Maar los daarvan, ook in het kader van criminaliteitsbestrijding, zal ook scherp daarop worden gelet.
Er komt ook een most wanted lijst weer, tenminste een update daarvan. De politie geeft ook regelmatig een most wanted lijsten uit. En dat zal ook weer gebeuren. Er komt ook een reorganisatie van de vreemdelingenpolitie, bij de vreemdelingenpolitie. De laatste aanhoudingen geven ook aan dat veel illegale vreemdelingen betrokken zijn bij de criminele activiteiten zoals die nu worden uitgevoerd. Bekend is ook dat een paar dagen terug, volgens mij eergisteren, er geschoten is op militairen. En dat bij deze beschieting dus 2 of 3 Brazilianen zijn aangehouden. Dus het vreemdelingenbeleid, maar ook de reorganisatie bij de vreemdelingenpolitie zal ook plaatsvinden. Enige lichtpunt voor wat betreft mobiliteit. U weet, we hebben het aangegeven. De politie werkt intensief met het Nationaal Leger, Defensie, in het brengen, waarborgen van de interne veiligheid. En ik mag hier aankondigen dat Defensie, het Nationaal Leger, weer beschikt over 3 helikopters, die Chetak helikopters. Ze zijn weer in de vaart. Dus zij kunnen ook worden ingezet voor activiteiten, gecombineerde activiteiten van politie en leger. Ook voor wat betreft de informatievoorziening zal daar een aanscherping moeten komen. Communicatie is belangrijk naar de gemeenschap toe, omdat gevallen doen zich voor, berovingen worden gepleegd. Maar het natraject, dat bijvoorbeeld de verdachten zijn aangehouden, dat dit en dat in beslag is genomen, dat verneemt het publiek niet meer. Toch? Dus die communicatie zal zeker aangehaald worden, zodat de mensen weten welke ontwikkelingen er zijn, welke aanhoudingen zijn er gepleegd, welke zaken zijn opgelost. Dus ook daar komt er een aanscherping, ook voor wat betreft preventieve maatregelen, informatie die de gemeenschap kan toepassen om haar veiligheidsgevoel op te krikken. Ten aanzien van de middelenvoorziening, nog steeds een uitdaging, maar voor wat betreft deze projecten, deze plannen, zal het ministerie voorlopig putten uit eigen middelen. Maar ik heb ook al aangegeven aan mijn collega van Financiën dat voor de diepte investeringen dat toch wel financiën zal moeten inkomen. Er zijn veel uitstaande issues voor aankoop van attributen voor de politie, voor KPA, voor BBS, de brandweer. Daar zal financiën dus sowieso moeten inkomen. Ik dacht dat het voor mij op dit moment, ik zal het voorlopig hierbij houden. En dan kijk ik uit naar eventuele vragen van uw kant. Dank u wel. Dank u wel, minister. Mag ik dan nu het woord geven aan minister Ramsaran? We zullen nadien dan de vragen stellen. Dank u wel. En van harte goedenavond, dames en heren. De media, alle luisteraars en kijkers. In de regeringsvergadering van vandaag is er breedvoerig gesproken over een aantal zaken regarderen het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Er is ook breedvoerig een presentatie gehouden vanuit een van de parastatalen en dat is CASAS. Een van de zaken is geweest het innen van de safety fee per passagier op onze internationale vluchten. Er is door CASAS een presentatie gehouden waarbij er naar voren is gekomen dat er diverse stappen ondernomen moeten worden om de veiligheid en de beveiliging van de burgerluchtvaart verder te garanderen. Hierbij speelt dan de verdiencapaciteit een belangrijke rol. Als ik praat over de veiligheid en beveiligingsapparaten of aspecten, dan heb ik het over de algehele luchtvaartsector. Op dit moment wordt er een bedrag van $66 geïnd in Suriname. Deze bestaat uit verschillende componenten, waarbij, en dan zal ik het ook noemen, $35 uit de 66. $ gaat naar NV Luchthavenbeheer. Dit is de accommodatiefee ter bekostiging van de accommodatie en verbouwing op de luchthaven.
onze aankomst, onze vertrekhal, die allemaal dan onderhouden moet worden en moeten voldoen aan internationale veiligheid en beveiligingseisen. De aankomst en vertrekhal, zoals wij allemaal mogen ervaren, ik heb wel gevraagd dat de communicatie dan wordt versterkt, zodat de samenleving die er gebruik van maakt, dat zij geïnformeerd zijn wat ze kunnen aantreffen. En wat de bedoeling is, en dat we dat ook moeten communiceren, dat met deze verbouwingen welke richting op wij willen gaan. Verder uit die $66 wordt $25 geïnd voor de terminal fee. En als laatste die uit de $66, $6 dan bestaat uit dat van de safety fee, welke bedoeld is voor CASA's. Deze fee houdt in om het toezicht op de veiligheid te garanderen. Hiermee wordt ook een groot deel van de operationele kosten van de CASA's bekostigd om haar taak als toezichthouder te kunnen uitvoeren. Op dit moment is er ook een presidentiële commissie, IKO, en dat zal ik dan even uitleggen wat IKO straks is. Dat deze commissie is geïnstalleerd vanwege het feit dat Suriname momenteel laag heeft gescoord in Latijns-Amerika op het gebied van burgerluchtvaart. Dat het hoog noodzakelijk is om voorzieningen te treffen ter verbetering van de Effective Implementation Score en de International Civil Aviation Organization standaarden. En daarvoor staat IKO. Door de CASA's is er reeds een plan uitgezet om de Effective Implementation Score en de IKO-standaarden op kort, middellang en lang termijn dan aan te pakken. Er moet een up-to-date standaard zijn voor bij de eerstvolgende audit op het gebied van burgerluchtvaart. Ik heb het dan over het installeren van onze NAVSEC, NAVSEC-commissie, het wijzigen van de wet veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart, welke een noodzaak is. Een belangrijke wijziging in de wet is het instellen van de AIG-bureau, oftewel onze Accident and Incident Investigation Bureau. Dit is wel afzonderlijk van gerechtelijke procedures. Andere zaken die opgepakt moeten worden voor de audit zijn sowieso onze capaciteitsversterking. Wat wij al hebben gehoord of vaker horen als het gaat om deskundigheid, dat er toch wel op bepaalde gebieden een vergrijzing of dat er bepaalde gebieden vergrijzing plaatsvindt. Verder opzetting, trainingsplan en natuurlijk als we kijken naar meer deskundigheid aan personeel, dat we dat moeten gaan opkrikken. Het gaat hier om onder andere onze inspecteurs in het bijzonder. Dus kortom, we moeten naar een aantal aspecten kijken ten aanzien van onze luchtvaart. Verder, dat is punt 1, een van de onderwerpen. Verder heb ik ook naar RV, regeringsvergadering, meegenomen dat de kwestie van SLM sowieso ook gedeeld moet worden. In de afgelopen periode is er heel veel ruis ontstaan en zijn er zorgpunten vanuit de samenleving gedeeld naar, sowieso, naar zowel SLM als naar het ministerie van TCT. Ik heb de afgelopen week de SLM ook uitgenodigd voor onderhoud, waarbij ik tekst en uitleg heb gevraagd over de vertragingen en alle andere actuele vraagstukken binnen het bedrijf. We hebben gekeken naar hun financiële situatie, maar zo ook waarom onze Mid-Atlantische route zoveel problemen geeft. We hebben afscheid moeten nemen, laatst nog, van onze Airbus A340-300. Dit toestel is teruggestuurd naar de eigenaar omdat simpelweg het contract er is verlopen. Maar we moesten ook meteen kijken naar onze transitieperiode. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze dienst gecontinueerd wordt? En ik noem het de overbrugging. De SLM noemt het een transitieperiode. Maar we hebben oplossing gezocht waarbij we niet alleen kijken naar overbrugging, maar ook een structurele oplossing. Vanuit de SLM is er in zee gegaan met een van de lessors, waarbij de afgelopen periode er heel wat problemen, technische problemen, daar heb ik het over die kist zelf, vliegtuig zelf, vliegmachine zelf, die problemen meegegeven waarbij niet de verhuurder in kwaad daglicht komt, maar de huurder bij deze, de SLM. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een bepaalde image damage, imago schade is verricht aan de SLM. En dat vanwege het simpelweg, vooral degenen die hard hebben gewerkt voor hun geld om hun ticket te betalen,
de mensen die zakenafspraken hebben, businessafspraken hebben in het buitenland, als het gaat om onze route, Mid-Atlantische route, dat zij een vertraging ervaren en laat zijn voor de verschillende meetings. Dat wij hun natuurlijk niet kwalijk nemen en ons ook verontschuldigen, niet alleen vanuit het ministerie, maar ook vanuit SLM. Waarbij zij dit soort ongerieven hebben moeten mogen ervaren. We hebben het niet daarbij gelaten. Er zijn meteen besluiten genomen tussen TCT en SLM. Dat wij moeten gaan kijken naar een lessor, oftewel een verhuurder. Met de kist, een vliegmachine, een vliegtuig, op welke wij kunnen rekenen. Bij de eerste, waarbij het zeker voor een paar weken problemen heeft gegeven, hebben wij gekeken naar waarom. En ik moet ook meteen delen met de samenleving dat het ministerie als zowel SLM vooral budgetgebonden is. Dus wij moesten heel prudent, heel efficiënt omgaan met de middelen die we hadden en kijken naar welke lessor, welke verhuurder de beste prijs zou kunnen geven voor hun verdiensten. We hebben gekeken naar zowel wet lease en dry lease. Dry lease is simpelweg dat wij onze eigen personeel inzetten, alleen die kist huren. En wet lease is dat ze het compleet met hun team, hun bemanning, dan wordt ingehuurd. Natuurlijk, ideaal is dat als wij kijken naar het inhuren, dat we liever een dry lease willen hebben. Maar omdat wij in een overbruggingssituatie, oftewel een transitiesituatie zitten, waarbij er heel wat keuringen, autorisaties, niet hier, maar internationaal, naar waar de vluchten naartoe zouden moeten gaan, gegeven zouden moeten worden, dan zou het sneller zijn, efficiënter, om de diensten te kunnen continueren, om een wet lease te doen. Dus ze hebben dan een wet lease gedaan toen. Maar nogmaals, die kist die intussen al vervangen is, we hebben nu een andere lessor, een andere verhuurder met wie wij in zee willen gaan, die misschien ietsje duurder is, maar wij als Suriname al een goede ervaring hebben gehad de afgelopen periode dat we ooit hebben samengewerkt. We hebben dan een beroep gedaan om een proefperiode in te gaan. En deze proefperiode gaat tot en met komend zondag. We hebben tot nu toe heel wat positief feedback gehad. De vluchten zijn normaal gecontinueerd. Maar ik heb ondertussen ook een schrijf ontvangen vanuit onze luchthaven dat zij bezig zullen zijn met wat verbouwwerkzaamheden die eigenlijk voor wat schemaveranderingen zullen zorgen, maar geen vertragingen ten aanzien van de vluchten van de SLM meer. En ik heb er volle geloof in dat, gekeken naar de afgelopen dagen, dat deze kist is ingezet, onze nieuwe lessor, onze nieuwe verhuurder, dat wij ervoor kunnen zorgen dat de schade, onze image die de afgelopen periode geschaad is geworden, verder geschaad is geworden moet ik zeggen, dat wij dat kunnen reinstaten, dat wij dat kunnen herstellen naar de samenleving toe. De bedoeling is dat wij ervoor willen zorgen dat onze diensten gecontinueerd worden, zo efficiënt als mogelijk naar de samenleving. Dat wij willen hebben dat de vliegers, oftewel de passagiers, een hele goede ervaring hebben, op hun gemak voelen, vertrouwen hebben weer op de SLM. Alhoewel wij weten dat SLM zelf nog in een herstelfase zit, is nog lang niet eruit. Dat we wel willen zorgen dat de ervaring en gepaard met de ervaring, dat we naar kijken richting groei van de SLM, herstel van de SLM, dan zouden kunnen gaan. Separaat daarvan hebben we natuurlijk ook gekeken naar onze structurele oplossing. Wat we graag zouden willen hebben, is dat we willen leunen richting een niet te grote kist, een niet te grote vliegmachine of vliegtuig. Maar dat we wel tenminste ervoor willen zorgen dat we een wide body, een wide body is een mid-Atlantische route, geschikte vlucht die tenminste richting de 275 passagiers zou kunnen gaan om meerdere dagen per week dan de route af te leggen. Kijk, als ik zal u zeggen dat deze interventie noodzakelijk was. Als we het zouden continueren, zou het niet alleen schade richten aan de naam SLM, maar worden we ook de kosten ingejaagd. We moeten even nagaan de verschillende cancellations, waarbij wij de samenleving, die de passagiers eigenlijk bij deze, dan moeten vergoeden. Het geld liever gebruiken om verder herstel te brengen aan de SLM. Zo ook, ik heb gesproken over image-schade, imago-schade van de SLM, brengt dat ook schade aan het ministerie zelf. En zo verder aan de regering. Dus wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze overbruggingsperiode, deze
transitieperiode niet te lang is, zodat we kunnen overstappen tot onze structurele oplossing. En dat is simpelweg een draailies kist te hebben, waarbij ons eigen personeel wordt ingezet. Maar ik moet u ook meteen geruststellen, want als u hoort dat ik een wetlies momenteel heb genomen, moeten we niet ervan uitgaan dat het personeel gewoon thuis gaat zitten, die normaliter aan boord was. Wij hebben dan ervoor gezorgd dat we onze customer service, onze guest relations, customer service training, naar vast daar zijn gegaan. Om ervoor te zorgen dat wij die upgrade en die motivatie nog steeds hebben binnen onze SLM crew. Zoals ik u eerder heb aangegeven, is de SLM nog in een herstelfase. En de beschikbare middelen zijn schaars, dus we moeten prudent hiermee omgaan. Ik heb ook gevraagd dat de communicatie naar de samenleving verder wordt opgevoerd. Wat bedoel ik met het opvoeren van de communicatie? Er zijn verschillende actieprijzen, regionaal, maar zo ook met Atlantisch. Er zijn niet alleen van de mooie dingen, maar ook de vertragingen dat beter gecommuniceerd zou moeten worden naar de samenleving toe. En simpelweg dat als wij kijken naar onze service naar de samenleving, dat we het ook daarop moeten gaan bijsnijden. Dus de efficiëntie, in een nutshell, efficiëntie is belangrijk. Niet alleen in guest relations, service naar de klant toe. Niet alleen dat we moeten letten op onze kist. Dat het een betrouwbare kist moet zijn die we dan inhuren van de lesser. Maar dat we ook kijken naar communicatie die veel effectiever, efficiënter moet gaan. Er moet continu natuurlijk gewerkt worden aan de dienstverlening naar de samenleving toe. Dus dit is het gedeelte wat wij vandaag dan in de RV hebben besproken. De president, als voorzitter van de regeringsvergadering, heeft dan ook gevraagd dat wij in clusterverband dan kijken als er nog andere oplossingen zijn. Als we dan ook kijken naar het probleem van CASA's, over onze fee die geïmplementeerd zou moeten worden. Vandaag hebben we dat op tafel gelegd. We hebben gepresenteerd de verschillende inningen. Onze financiële plaatje, om het zo te noemen. En er is dan gevraagd dat we toch kijken naar de verschillende fees die al worden geïnd. En wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. De parastatale onderling, maar zo ook de ministeries dan naar elkaar toe. Om die samenwerking dan te continueren. En het meest effectieve, efficiënte en meest beste oplossing of voorstel dan op tafel te leggen richting de volgende regeringsvergadering. Dank u wel. Dank u wel, minister. Ik denk dat we dus dan over kunnen gaan tot de vragenronde. We beginnen uiterst links van de tafel. U noemt uw naam, uw media en dan kunt u de vraag stellen. Goedenavond, mijn naam is Gloria Wotsa van Razonic TV en Travasde. Minister Amoxi, u heeft het gehad over er getinte ruiten zullen worden aangepakt, e-bikes zullen worden aangepakt, maar ik heb niet gehoord wat er dan zal gebeuren als men mij op straat aanhoudt omdat ik getinte ruiten heb. Kunt u daar even wat concreter in zijn met uw opmerking daarin? En is er werkelijk sprake van een verruwing? Is er een datavergelijking met 3 jaar geleden? Hebben we dat allemaal bijgehouden? Hoe werkt dat? Men zegt dat er is een verruwing en klopt dat wel? En welke en zijn er extra middelen vrijgemaakt? Minister Ramsaran, mag ik gelijk doorgaan? Ja? Minister Ramsaran, u heeft het over wetlease en draailease gehad. En u zegt wetlease is personeel van een andere maatschappij en draailease eigen maatschappij. Eigen personeel. Maar er is nog een ander groter verschil, of niet? Een draailease betekent dat je dus alles zelf moet betalen. Je insurance, je onderhoud. Een wetlease, als het stuk gaat, dan is de maatschappij verantwoordelijk voor het voor onderhoud. Is SLM wel in staat om een draailease aan te kunnen gaan op basis van dus die 2 punten die ik net heb genoemd? Normaal vliegt je zeg maar 72 of 98 uur. Onze vliegtuigen gaan niet zo vaak, 72 uur. Waarom gaan we ons niet meer richten op onze regio? Dank u wel. Dank u wel. Gaat meneer Amoxi, minister Amoxi, eerst antwoorden daarop en daarna meneer minister Ramsaran. Ja, meneer Botsen. Is het? Ik mag toch een fout maken? Ja? Oké, mevrouw Botsen, correctie. Correctie, ik heb waarschijnlijk door die lange dag ben ik een beetje vermoeid en let ik niet zo
goed op. Ja, ja, zulke blunders mogen natuurlijk niet gemaakt worden. Maar om op die concrete vraag in te gaan. Kijk. Er zijn natuurlijk, er worden alle analyses gemaakt van de criminaliteitsontwikkeling. Ik heb de cijfers niet meegenomen, maar voor bepaalde zaken, bepaalde regio's, zou je kunnen aangeven van het is toegenomen, berovingen zijn toegenomen, inbraken zijn toegenomen. Er is een constante shift van de criminaliteitsconcentratie waar die zaken zich voordoen. Bijvoorbeeld, we zien dat nu in Paramaribo, in Wanica en in het binnenland de meeste berovingen zich voordoen. Dus er is, net wat ik zeg, een constante shift daarin. De verruwing. Ja, u ziet ook wat er allemaal gebeurt, de brutaliteit die men aan de dag legt wanneer men de berovingen pleegt, inbraken pleegt. Men komt binnen, men dringt binnen. Mensen worden beroofd en afgetuigd. Toch dus in die zin moet je die verruwing zien. We zijn dat niet gewend. We hebben wel verschillende criminaliteitsgolven gehad in het verleden. Er zijn ook bekende namen te noemen als een Mustafa, een Turney. Er zijn van die jongens geweest in het verleden die natuurlijk nu niet meer op het toneel zijn. Maar ten aanzien van de verruwing, dat kan wel gezegd worden. We kregen drive-by shootings, maar laatst weer hebben we ook twee Guyanese, mannen van Guyanese nationaliteit die zijn neergeknald. De manier hoe dat allemaal is gebeurd. We zijn het niet gewend. Vandaar dat men zegt dat weet je, de verruwing er is, dat ervaart de gemeenschap zo. En wij allemaal hier zijn de gemeenschap en we zien die dingen. Extra middelen. Ja, er moeten wel extra middelen worden vrijgemaakt. Die zullen ook wel komen. U weet niet, zo lang terug is er een criminaliteitsplan opgesteld. En laat me dit ook even uit de wereld helpen. Soms lees je dat er geen criminaliteitsplannen zijn. Ik weet, in mijn 4 jaren als minister zijn er zeker meer dan 20 criminaliteitsplannen gepresenteerd. Weliswaar intern, omdat je niet altijd je strategie prijsgeeft hoe dat allemaal zal gebeuren. En die dingen, die plannen worden ingediend bij de president, besproken, goedgekeurd en... Maar al te vaak zijn de middelen uitgebleven om deze plannen te financieren. Nogmaals, er zullen middelen worden vrijgemaakt hiervoor. Vandaag zelf is er een raadsvoorstel goedgekeurd voor de aanschaf van enkele attributen. PSU. Laat me zien als ik me dat... Goed kan heugen wat er allemaal is aangekocht vandaag. Tenminste, het raadsvoorstel is goedgekeurd. Zekere tintmeters, ademhaalanalyse apparatuur wordt aangeschaft vandaag. Computers, in ieder geval tal van spullen die direct nodig zijn voor de criminaliteitsbestrijding voor de korpsen. Wordt aangeschaft. Ik heb het ook in mijn inleiding aangegeven dat voor wat betreft grote inkopen die sowieso nodig zijn, voertuigen, fietsen voor de bikersunit,
die zullen wel worden aangeschaft, ja. Dank u, minister. Minister Ramsaran gaat nu in op de vragen van mevrouw Botsen. Dank u wel. Dus ik heb ze even snel opgeschreven. Het ging omtrent het verschil tussen die wetlies en draailies. Helemaal gelijk. Er zijn meerdere verschillen. Makkelijk naar de samenleving is om uit te leggen door te zeggen dat bij draailies ons eigen personeel wordt ingezet en bij wetlies dat we het inhuren, om het zo te zeggen, met personeel. Waarom hebben we voor onze overbruggingsperiode, oftewel transitieperiode, gekozen voor een wetlies? Het is simpelweg, en u heeft het net ook gezegd, bij een wetlies krijg je het compleet met onze verzekeringen, met keuring en noem maar op, dat zo'n lessor eigenlijk al heeft ervoor gezorgd dat zij die route al behouden en dat zij alle paperassen dan hebben, conform de verschillende regels en wetten binnen de destinaties, om ervoor te zorgen dat zij binnen korte termijn aan ingezet zouden kunnen worden. Dus als transitie, als overbrugging, hebben we dan alvast gebruik gemaakt van die wetlies. De draailies. De draailies is dan een van onze waar naartoe willen gaan als structurele oplossing. Waarom? Nogmaals, als het gaat om een vlucht, onze Mid-Atlantische vlucht, maar ook regionaal, een vlucht die door Suriname wordt gedaan, van Suriname is, SLM van Suriname is, dat wij ervoor willen zorgen dat ons personeel, dat ons kader in Suriname dat niet onderdoet. Dat we die motivatie nog steeds willen geven aan onze doelgroep als het gaat om de werkende klasse. Maar separaat daarvan zijn we er bewust van. Dat als we een kist zouden moeten kiezen, of een lesser zouden moeten kiezen, dat we ervoor moeten zorgen dat het wel een kist is, oftewel een machine is, voor welke wij zorg zouden kunnen dragen. En dat het wel onderhoudbaar is voor Suriname en dat er verschillende partners zijn. Want zo ook als wanneer u een auto heeft, dat u een vaste monteur heeft. Precies zo als u een kist heeft, een machine heeft bij deze. Dat wij ook onze partners moeten hebben bij wie eigenlijk we terug kunnen gaan en kloppen. We moeten ergens van start. We moeten ergens beginnen. Eerste wetlies richting een draailies. Zullen er nog meer uitdagingen zijn? Ja. Willen we wel een structurele oplossing? Ja. Maar het hangt ook allemaal vanaf, ook al is het een wet of een draai, wat u overeenkomt met de lesser. Wat geven ze u voor het bedrag dat u uiteindelijk gaat betalen aan hun? Dus uiteindelijk, apart van wat een wetlies en draailies inhoudt, hangt het ook veel vanaf wat beide partijen uiteindelijk overeenkomen. Wat we sowieso niet meer willen hebben, is dat de samenleving er de dupe van wordt. Dat er verschillende vertragingen zijn, terwijl het een kist is, een machine is, die wij leasen, die wij huren. Dat willen we niet hebben. We willen niet hebben dat als klant wij degene zijn die daarvan gebruik maken en hun betalen, dat wij niet de dupe van worden en ook niet ons reizend volk er de dupe van wordt. Zal het op de lange baan duurder kosten? Als u eigen kist heeft of als u gaat voor een draailies, mag u verwachten dat als het gaat om onderhoud, maintenance, dat er toch ergens, althans bij deze niets is perfect, dat er ergens iets mis kan gaan. Dat reparatie dan zou moeten plaatsvinden. Vandaar dat alles gebaseerd is op de overeenkomst die wij dan maken uiteindelijk. En de verschillende partners, zowel dichtbij als ver, dat wij goed met ze afstemmen op de verschillende destinaties. Dat ze ready zijn voor als er mogelijke problemen zullen kunnen optreden. We moeten ook kijken naar het aspect van continuïteit en zekerheid. Want als we dan verder gaan, dan kijken we naar dat stukje vertrouwen. En vertrouwen moet je niet alleen winnen van het reizend volk. Vertrouwen moet je ook alvast hebben in huis. Uw personeel moet ook vertrouwen op je hebben. Uw personeel moet ook vertrouwen op die kist hebben die je uiteindelijk huurt van die lesser. Dus het begint al in eigen huis en zo gaan we dan verder richting het reizend personeel. Dus sowieso, we zijn voorstander van. Om ervoor te zorgen dat als we kijken naar onze Mid-Atlantische route, u heeft de vraag gesteld, of althans u heeft het aangehaald, van moeten we niet meerdere malen per week dan die route afleggen? Ja, daarvoor willen we sowieso gaan. Sowieso willen we ervoor zorgen dat de markt, als het gaat om Suriname opengooien, makkelijk bereikbaar is door middel van onze eigen vluchten. Daar heb ik het niet over andere maatschappijen, maar onze eigen maatschappij. Dat we meerdere dagen per week moeten afleggen, maar dat hangt ook allemaal vanaf en we zijn in gesprek
mijn collega van Bibas en ik, met de SLM ook, om te kijken hoe wij dat verder kunnen sturen. Het is een veelgevraagde route. En gelooft u mij, wij willen wel ervoor zorgen dat we naar meerdere dagen per week, ook al is het 7 dagen per week, maar we kijken naar verschillende mogelijkheden en ik hoop en ik heb geloof in dat het wel zal lukken. Ja. Ik merk dat ik toch wel wat heb gemist in de beantwoording van de eerste vraag. Namelijk wat er gaat gebeuren met overtredingen ter zake getinte ruiten. Laat mij aangeven dat je hebt wel voertuigen die eigenlijk met fabriekstint uitgerust zijn. Daarnaast heb je, er is een wet, er is een besluit, waarbij ook categorieën van publieke functionarissen, waarbij is aangegeven dat bijvoorbeeld rectors, dus rectelijke macht, DNA-leden, president, de ministers, de VP, dus bepaalde functionarissen hebben wel ruimte om tint aan te brengen aan hun voertuigen. Ook het algemeen publiek heeft die ruimte, maar wel specifiek en waar welk gedeelte van het voertuig tint mag hebben. Ik weet sowieso van de voorruiten, ik denk 3/4. Ook de zijruiten, voorruiten, dat mag. Maar de politie zal wel hierop letten dat niet gebeurt. Dat is voor wat betreft getinte ruiten. En ten aanzien van de e-bikes, het is nu een conceptwet. Dat is goedgekeurd door de Raad van Ministers. En de procedure wordt ingezet om dat behandeld te krijgen in de DNA. En pas dan gelden die maatregelen. Dus niet voordat de wet is aangepast, kan de politie optreden daartegen. Alsjeblieft. Ja, dank u wel, minister. Mogen we even de volgende? Ja, de ik volgende ben nog niet persoon. Helemaal tevreden. Als u aangeeft, we gaan doen. Is er geen mogelijkheid om een verordening te doen tot die tijd dat die wet is aangenomen? Want we praten over jonge kinderen die zonder helm rijden. En minister Ramsaran, u heeft het over die wetlease en draailease. Maar die wetlease kost ons veel meer geld. Want we doen het juist omdat we niet in staat zijn ons onderhoud zelf te betalen. Is dat waar of zeg ik iets dat niet helemaal waar is? Ja, kijk, het gaat om strafvorderlijke bevoegdheden en strafrechtelijke sancties. Bepaalde maatregelen, wettelijke maatregelen, kan je alleen bij wet treffen. En bijvoorbeeld maatregelen hier, het rijbesluit is een wet, dus je moet de wet aanpassen om effectief de bevoegdheden toe te wijzen aan de politie. Om te kunnen optreden. Dankjewel. Ja, mevrouw Gloria. Kost het meer, een wetlease? Yes, dat kost meer. Maar ik heb dat ook goed onderbouwd door te zeggen. Als we kijken naar de transitiefase. Kijk, onze Airbus die wij terug hebben moeten geven vanwege het verlopen van de overeenkomst. Dat was die Airbus A340-300. Die hebben we terug moeten geven vanwege het verlopen van onze contract. Als u ook daar kijkt, dan konden we toch wel ergens zeker richting de 70% rekenen op deze kist. En wat we willen doen is dat continueren en kijken naar een veel geavanceerder, moderner kist. Om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening dan wat beter zullen kunnen uitvoeren aan de samenleving. Maar toen wij dan zijn overgestapt, en daar hebben we daadwerkelijk gekeken naar budget, naar een lesser die vanwege het feit dat we ook een korte tijd hadden om ervoor te zorgen dat zij alvast onze Mid-Atlantische route onderhouden, dat we noodgedwongen waren om een wetlease dan aan te gaan. Omdat bij het overeenkomen van weer een andere draailease, zoals u zegt, dat wij alle administratieve zaken dan zelf zouden moeten doen, die zeker ons verder met 2 maanden tot 3 maanden zou brengen. Dat betekent dat ons reizend publiek dan stagnatie zou ondervinden.
om naar het buitenland te gaan bij deze Amsterdam. Dus vandaar dat wij voor een korte periode hebben gekozen voor een wetlease. Het is niet de bedoeling dat wij het op lange termijn zullen houden. En dat wij kijken nogmaals naar het een snelle, maar zo ook effectieve, structurele oplossing. En dat is uiteindelijk een draailease wel af te sluiten, of terwijl bij een lesser te nemen. Maar wel eentje waarvan wij weten dat het te onderhouden is door Suriname. Is net als wanneer je een auto koopt en je budget heeft voor een Toyota, dan gaat u niet een Mercedes-Benz kopen. Dus vandaar dat als wij kijken naar een nieuwe lesser, dat ook kijken naar wat voor machine, wat voor kist zij aan te bieden hebben. En dat wij bewust dan de keuze moeten maken om ervoor te zorgen dat er een kist is die wij wel zullen kunnen onderhouden. Zowel de administratieve kosten die allemaal gepaard zijn daaraan, maar zo ook de technische kosten die daaraan gepaard zijn. Ja. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis. Goedenavond, Ryan LaRoos, part-time journalist, SCVS Suriname Herald. Minister Amoksi, als we het hebben over een identificatieplicht dat nu toegepast zal worden, is dat opgenomen in de wetgeving? Want hoe je het draait of keert, als de controle uitgevoerd moet worden, moet dat opgenomen worden in de wetgeving waarbij mensen daarvan bewust zijn. En mocht er iets misgaan, dat wij ons kunnen terugvinden in de wetgeving. U praat al langer dan een jaar over middelen vrijkrijgen vanuit de regering. En u zegt, u heeft 20 plannen samengesteld met betrekking aanpak veiligheid. Ziet de president niet in dat het van belang is als we kijken naar de huidige situatie? Als we het ook hebben over de arrestanten, ik heb begrepen dat zij niet zijn uitbetaald over de maanden. De leveranciers van arrestantenvoeding, ze zijn niet uitbetaald over de maanden januari, februari en maart. Onlangs hebben ze toch wel wat geld ontvangen, maar dat was van het afgelopen jaar. Minister Ramsaran, met betrekking tot toerisme, aan de hand van de ontwikkelingen klimaatverandering, dan merken we dat er droogte een rol heeft gespeeld. Is er vanuit het ministerie gewerkt aan een plan van aanpak als we het hebben over dit soort zaken die zich nu afspelen? Ook met betrekking tot de veiligheid. Hoe staan wij nu in de wereld als we dagelijks geconfronteerd worden met zaken betreffende dat wij als land niet veilig zijn en de gemeenschap zich niet veilig voelt? Wat is de reactie van het buitenland op reisverkeer naar Suriname? Minister Amoksi. Ja, STVS, meneer LaRoos. Zit ik goed? Ja, ten aanzien van de wetgeving voor wat betreft ID-kaartcontrole. We hebben de ID-kaartwet, dat is een wet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar daarin is ook bevoegdheden vervat voor de politie. Ook in het diensthandvest zijn er ook wettelijke basis voor het optreden van de politie. Dus die bevoegdheid ontlenen ze dus aan deze wetten. Maar nogmaals, ik heb ook opdracht gegeven aan de afdeling wetgeving op het ministerie van Justitie en Politie om ook te kijken naar een wet identificatieplicht los van wat voor anti-money laundering beleid voor dienstverleners is goedgekeurd, maar om ook specifiek te kijken naar een wet identificatieplicht voor wat betreft de veiligheid. Voor wat betreft het vreemdelingenbeleid. Wat we bijvoorbeeld nu veel hebben, zijn oversteers. Dus mensen die naar Suriname komen. Ze komen bijvoorbeeld met een visum van 3 maanden. En na het verloop van deze 3 maanden verdwijnen die mensen gewoon. En als je controle niet richtig en strak wordt uitgevoerd, dan blijven deze mensen hier. En je weet niet waar ze zijn. Ze zijn illegaal, ze werken niet. Je weet niet als ze in het criminele circuit zijn. Dus en al deze zaken willen we natuurlijk opheldering daarin brengen.
U weet, al deze zaken kunnen leiden tot mensenhandel, tot mensensmokkel. Dus vandaar dat het beleid daar aangescherpt zal worden. Ten aanzien van de betaling van arrestantenvoeding. Het is een issue met eigenlijk de doorstroming van de betaling. Het gebeurt inderdaad niet op tijd, maar contractueel zijn er bepaalde zaken afgesproken met de leveranciers. Vanuit het ministerie willen we natuurlijk zo'n situatie niet, dat arrestanten niet kunnen rekenen op hun voeding. Dus samen met het ministerie van Financiën monitoren we dat. En vaker heb ik moeten ingrijpen, inspringen om te overleggen met mijn collega van Financiën om de middelen vrij te geven. Inderdaad is er een achterstand, maar niet zo veel dat de mensen niet kunnen continueren met hun het invullen van hun contract. Ten aanzien van de veiligheidsplannen die over de afgelopen 4 jaar zijn opgemaakt, de implementatie daarvan. Ik denk niet dat je elk ministerie alles krijgt wat ze nodig heeft, ook niet het ministerie van Justitie en Politie, maar ook er zijn ook andere kanalen waar je aan middelen kan komen, los van de nationale begroting. En als je door ook een goede internationale samenwerking op te zetten en te onderhouden, kan je ook langs die kanalen aan middelen komen. Kijk, een van de grote bottlenecks voor ministeries, ik denk ook is de comptabele regels, waarbij je zaken voorbereidt, maar het duurt soms lang om aan de betalingen, aan de geldmiddelen te komen. We hebben uitstaande ruzies. De leveranciers hebben bijvoorbeeld zaken al ingekocht, maar u weet hoe het ook bij de overheid, wanneer je moet betalen, want de mensen moeten ook hun zaken kunnen continueren. Dus we houden rekening met al deze zaken en we zetten ons extra in om bepaalde zaken toch gerealiseerd te krijgen. Ik heb ook al aangehaald ten aanzien van operatie Zero Tolerance. De politie en het leger gaan samen. Ik heb ook vanuit het leger een prioriteitenlijst ontvangen. En die gaan we ook invullen. Ook voor KPS is er één. Ik heb ook al aangegeven wat er allemaal aangeschaft zijn. En deze zaken zijn basale basiszaken. En die gaan we sowieso leveren om in de behoefte te voorzien dat de politie en defensie hun werk kunnen doen. Minister Ramsaran, moment, alsjeblieft. Een aanvulling, minister. Als we kijken naar hoe zaken zich hebben afgespeeld, ik wil toch wel van u weten, er worden toch analyses gemaakt als we het hebben over zulke situaties met betrekking tot veiligheid. We hebben jaar in jaar uit vanaf het aantreden van de regering gemerkt dat zaken ieder jaar anders uitpakken en dat ze uitlopen. Minister, als deskundige op dit gebied, kunt u ons toch verzekeren dat er analyses zijn uitgevoerd en dat we dit zouden kunnen verwachten aan de hand van de economische situatie? Kijk, laatst nog tijdens een DNA-vergadering ben ik ook ingegaan op een vraag van een van de DNA-leden. Kijk, ik heb aangegeven daar, en ook aan de hand van cijfers, dat er eigenlijk structureel niet is geïnvesteerd in het ministerie van Justitie en Politie. Dat is bijvoorbeeld ten aanzien van communicatieapparatuur, betaling van contributies
bij internationale organisaties. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van de vergadering van korpschefs van de regio. Contributies voor 2017-2018 zijn nog openstaand. En niet over enkele weken zal de korpschef deelnemen aan zo'n vergadering. En als de contributie niet betaald is, kan men de functionaris schuin aankijken van u komt hier zitten, maar uw land betaalt contributie niet. Geen contributie. Dus natuurlijk zijn er analyses gedaan. Bij het aantreden van de regering zijn er ook plannen gemaakt bijvoorbeeld handgranaten. Geen handgranaten. Die zijn ook op illegale plekken aangetroffen. Ik kan even niet. Traangas, alsjeblieft, meneer Cairo. Om die zaken aan te schaffen. Maar pas na de erupties van 17 februari hebben we daarin kunnen voorzien. Dus ja. En eigenlijk niet investeren in korpsen, in diensten, in intelligence, in voertuigen. Op een gegeven moment zou je wel een eruptie krijgen, ja. En wat allemaal nu gebeurt, ik heb ook aangegeven ten aanzien van opleidingen. We hebben eergisteren nog 281 recruten mogen verwelkomen. Dus het zijn maatregelen die je moet treffen als beleidsmaker. En het is eigenlijk regeringsperiode overstijgend. Je moet blijven investeren, je moet de korpsen blijven professionaliseren. En dat doen we. Dat doen we nu. Okay, minister Ramsaran mag nu antwoorden. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel, de heer Laroos. Toerisme. U heeft twee punten aangegeven. Droogte en veiligheid. Ten aanzien van toerisme zijn er verschillende actoren, stichtingen, organisaties, die allemaal een bijdrage doen. En bij deze zal ik een paar noemen. Behalve het directoraat toerisme hebben we natuurlijk ook Stinasu, Shata. En gesproken over Stinasu gaat het momenteel niet zo goed met de Stinasu en de orde die onder hun vallen als we kijken naar de droogte. Ze hebben per 1 maart enkele van de accommodaties moeten sluiten. Hetgeen een probleem is geworden voor onze tour operators die al reserveringen hebben gehad. Als het gaat om Shata heeft een spoedmeeting met diverse stakeholders belegd. Waarbij TCT zeker ook aanwezig was en hij haar bijdrage heeft mogen leveren. Er komt een tweesporen beleid waarbij heel snel met donaties van de tour operators enkele accommodaties opgeknapt zullen worden. We kijken ook naar onze eigen budget binnen het ministerie van TCT. Als we dan kijken naar de verschillende orden die misschien een helpende hand nodig hebben. Dus er worden verschillende modellen, voorstellen uitgewerkt in samenwerking met het ministerie, met Shata, met Stinasu, met alle actoren die bereid zijn hun informatie te delen, maar zo ook hun problemen te delen en dat wij gezamenlijk het werk eigenlijk op onze schouders plaatsen en het vooruit duwen. Tweesporen beleid, waarbij we niet praten alleen over de tour operators, maar dat we ook kijken van hoe zullen we werken aan een duurzaam beleid. Waarbij meteen gekeken moet worden naar het bestuur, management, de beheerders, gemeenschappen, want al deze orden zitten in gemeenschappen. En dat we ook moeten gaan kijken waar de private sector gezamenlijk met al deze actoren allemaal van plan zijn. En dat we hun ook aanhoren van wat hun voorstellen zijn. Dus ik heb het dan aangegeven, als we dan kijken naar het financieel beleid, dat als ze moesten sluiten, wat we zouden kunnen betekenen, maar zo ook wat hun voorstellen zelf zijn vanuit de gemeenschap, vanuit de ondernemer zelf, de beheerder zelf, van hoe we de zaken dan verder kunnen oppakken. De zaken zijn sowieso besproken. En ik heb een heel productieve directoraat toerisme.
die sowieso in de verschillende meetings, maar zo ook de verschillende conferenties, dan aanzet en deze knelpunten ook op tafel legt bij de verschillende gesprekken met de stakeholders. We hebben als voorbeeld ook kunnen nemen of mogen nemen, dat zal ik ook delen hier, dat wij niet lang terug ook zijn afgereisd richting Atjonitun, bij het geval, roofoverval, dat een van de momenten was, een situatie waarbij niet alleen Defensie, niet alleen Juspol, niet alleen EZ, maar zo ook TCT aanwezig was. Om ervoor te zorgen dat als het gaat om veiligheid, maar zo ook als het gaat om veiligheid niet alleen voor de bezoekers, maar zo ook voor de beheerders, de eigenaren van deze orde, dat ze weten dat ze de nodige ondersteuning dan kunnen verwachten vanuit het ministerie. Om door te, of verder te borduren op dat gedeelte van veiligheid, hebben wij dan ook mogen vernemen van collega Juspol over zijn zero tolerance operatie. Waarbij vanuit TCT wij ook bereid zijn dat waar nodig is, en daar hebben we ook over gesproken. We hebben onze ideeën mogen delen, mijn collega en ik, over wat zouden we verder kunnen doen om ervoor te zorgen dat de toeristen bij deze zich veilig voelen. En wat zou TCT dan kunnen betekenen daarin? Er is verder ook nog vanuit het directoraat en bij deze vanuit TCT dat het directoraat drukdoende is bij diverse beurzen, evenementen, zowel nationaal als internationaal ook deel te nemen. Om ervoor te zorgen, en we hebben niet mogen merken, laat me dat ook meteen delen, dat er een drop is geweest, dat het de percentage is gaan dalen aan mensen, aan reizigers, en we hebben niet lang teruggezeten met de SLM om te kijken van hoeveel passagiers, hoeveel reizigers komen, en we hebben vergeleken met een half jaar en een jaar nog steeds richting Suriname, vergeleken met de afgelopen jaren. Jammer genoeg komen we dan tegenaan als we teruggaan, tegen dat van COVID, maar als we dan gaan richting heden, dat er niet een dal is wat op te merken is als het gaat om het reizend publiek. Ik denk ook aan de verschillende beurzen die wij intussen hebben aangedaan om Suriname te promoten. Om het veiligheidsgevoel ook en de vriendelijkheid die Suriname uitstraalt en bekend voor staat ook te delen. We hebben Utrecht aangedaan, Utrecht Beurs, onze Guyana Tourism en Leisure Fair, STLG. Die hebben we ook allemaal aangedaan. En niet lang terug dat we ook kijken naar onze nationale beurzen die we allemaal zouden kunnen hebben, deelnemen of organiseren. Dus tot nu toe als het gaat omtrent dat van de orde, droogte die misschien heeft gezorgd dat ze sluiten, hebben we sowieso de verschillende gesprekken laten rollen. Dat we die betrokkenheid vanuit de gemeenschap ook nodig hebben. Maar zo ook als we kijken naar veiligheid, dat het ministerie van Juspol natuurlijk bij deze zijn operatie uitvoert en dat TCT ready is om ondersteuning te geven waar nodig. Ja. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis, geef u de gelegenheid. Carlos Durham, minister Amoxi. Om even door te gaan op een stuk van die identificatieplicht. Er moet een directe aanleiding zijn dat er plotseling is besloten dat men ertoe overgaat dat mensen zich moeten gaan identificeren. Wat is de directe aanleiding dat men daar zelf over nadenkt? Ten tweede, net wat mijn collega hier zei, ik vraag me af, dit soort dingen, dat je in een regeringsraadvergadering tot zo'n besluit komt, dit zijn dingen die je moet een wet hebben waarop iets is gebaseerd en daarvoor ga je naar het parlement. Hebben jullie in die regeringsraadvergadering misschien een conceptwet of zo voorbereid? Want als u me uitlegt dat in die regeringsraadvergadering een besluit is genomen om ertoe over te gaan tot de identificatieplicht, ik vind het een beetje vreemd. Ten derde, als ik als burger plotseling door elke willekeurige ambtenaar, politieambtenaar of wie dan ook kan worden gevraagd om het te identificeren, u wil me ook nog ertoe gaan, ja, u gaat me bijna dwingen om met allerlei dingen te gaan lopen waarmee ik niet wil lopen. Dus als ik naar de winkel ga bijvoorbeeld, ik ben een seniorenburger, dan ben ik een risico om met mijn paspoort te gaan lopen, want de kans bestaat dat ze me gaan aanhouden en me gaan vragen naar mijn paspoort, naar mijn identificatie. Toch? Dus ik vraag me af waar het op is gebaseerd. Een ander ding wat ik wil weten, u praat over het instellen van een mensenrechteninstituut. Wat bedoelt u precies? Hoe moeten we dat zien?
krijgt het Mensenrechteninstituut bevoegdheden? Is het een zelfstandig orgaan? Is het een overheidsorgaan? Kunt u dat een beetje uitleggen? Dank u. Minister. Ja, meneer Durham. Eigenlijk een retorische vraag. Hè? Wat heb je over voor je veiligheid? Wat heb je over voor je leven? Toch? Welke maatregelen mag volgens u de overheid treffen en welke mag niet? Ik denk, niets gaat boven jouw veiligheid, niets gaat boven jouw leven. Dan, er zijn landen waar ze een identificatieplicht hebben. Frankrijk bijvoorbeeld, Nederland. En waarom doe je het? Het gaat om veiligheid. Het gaat om je nationale veiligheid. Eigenlijk zonder veiligheid. Kijk wat er nu met ons gebeurt. We praten over verruwing van de criminaliteit. Toch? Je zal een balans moeten vinden. Je zal een balans moeten accepteren. Toch? Wat heb je over voor je veiligheid? Ik zou er geen moeite mee hebben om mijn ID-kaart te tonen. Ik zou er helemaal geen moeite mee hebben om... Als ik weet van het is ter bevordering van veiligheid. Toch? En laat mij doorgaan met uw vragen voordat ik op u mee van spoor houd. Ik wil er niet tussen komen, maar u hebt me niet helemaal goed begrepen. Ik heb niet gezegd, ik praat het over wat ik persoonlijk vind. Ja. Ik vroeg u in eerste instantie wat de directe aanleiding is dat men ertoe over is gegaan om zelf erover te praten, laat staan het besluit te nemen dat er plotseling sprake is van een identificatieplicht. Uh-huh. Ik heb u niet gezegd wat ik zelf denk. Ik wilde alvast weten wat de directe aanleiding daarvan is. Dus, nogmaals, het is de overweging van veiligheid. Ik heb ook aangegeven dat ik heb het uitgelegd ten aanzien van de vele oversteers die we hebben, die we ervaren. En eigenlijk ook zoveel invloed hebben op de gezondheidszorg. Er is druk op zaken, bijvoorbeeld huisvesting. Mensen die illegaal zijn, maar toch ergens moeten wonen. Je kan niet, je hebt bijvoorbeeld geen werkvergunning. Je gaat op een of andere manier moeten overleven. Wat doe je om te overleven? Toch? En dit is zuiver een gedachte ingegeven door veiligheid. En natuurlijk vanuit het perspectief van Binnenlandse Zaken, dat bijvoorbeeld er een wet is, dat je vanaf 16 jaar moet je een ID-kaart hebben om je te kunnen legitimeren. Bijvoorbeeld doortrekkend naar aanpassing van het rijbesluit ten aanzien van e-bikes. Dat je bijvoorbeeld als je een bromfietscertificaat, op een gegeven moment zal je dat ook moeten hebben om een bromfiets te kunnen besturen. Je zal je ook moeten identificeren. Toch? Dus al deze zaken in oogenschouw nemend, kom je tot een besluit van je gaat bepaalde maatregelen moeten treffen, alleen maar om de veiligheid op een hoger niveau te kunnen presenteren, te kunnen garanderen, toch om daaraan te kunnen werken. Dat is meer de bedoeling. En ten aanzien van het Nationaal Mensenrechteninstituut, ik meen te weten dat er is een decreet, als ik hou me dat even ten goede, ik weet niet, als het in 1982 was geslagen, ook ten aanzien van het Nationaal Mensenrechteninstituut. Nationaal Mensenrechteninstituten zijn geen onbekend fenomeen in de wereld. De meeste landen hebben dat. Nagenoeg elk mensenrechtenverdrag vanuit OAS, vanuit de UN, geven aan van als staat zou je een onafhankelijk mensenrechteninstituut moeten hebben. En er zijn ook principes waaraan ze moeten voldoen, criteria waaraan ze moeten voldoen ten aanzien van onafhankelijkheid, dat ze onafhankelijk kunnen functioneren.
hun aan wie rapporteren ze, zeker niet aan de regering, aan de Nationale Assemblée. In dit geval, er is een conceptwet en een bekend woord is dat jouw enemy zal moeten voldoen aan de Paris Principles. Dat is de algemene richtlijn voor standaardisatie van mensenrechteninstituten. Dank u wel, minister. Meneer Durham, sorry. We komen in tijd nu. Er zijn nog twee mediahuizen. Meneer Cairo. Alvin Cairo, de ware tijd. Ik heb vragen voor minister Ramsaran. Eigenlijk op de vraag van mijn collega Botsen over de wet en draailies. Het zal ook zijn aan mij liggen, hoor, maar ik heb het antwoord gemist. De simpele vraag is... Is SLM in staat financieel om te voldoen aan een draailease op duurzame manier? Hebben ze het geld als die toeters en bellen erbij komen wanneer er een calamiteit zich mag voordoen? Heeft SLM dat geld ja of nee? Of is het gewoon beter dat het bij een wetlease blijft? Dat is één. En u sprak over dat Suriname laag heeft gescoord ten aanzien van luchtvaartveiligheid. Ik zou willen weten... Wat van onze luchtvaart is onveilig en wat gaan we doen binnen korte termijn, middellange termijn om het op te krikken, om het weer op to standards te krijgen? En zijn er sancties of consequenties als we dat niet doen? Misschien als u de details niet heeft, ik zie dat u met deskundigen bent gekomen, misschien kunnen een van ze het voor u beantwoorden. Dank u wel. Minister. Misschien als mijn antwoord daar ergens, meneer Cairo, dan niet is begrepen. Ik heb een paar zaken aangehaald. SLM, herstelfase. SLM, niet uit de problemen. SLM, verder herstellen. Dat betekent dat SLM het nu nog steeds volledig moet leunen aan de hoofdaandeelhouder, de regering. En als we dan kijken naar wat wij graag zouden willen hebben... als regering, is dat we een structurele oplossing willen hebben. Want een ander woord die ik hier heb gebruikt is efficiëntie. Efficiënt omgaan met onze middelen, financiële middelen. En als je efficiënt mee wil omgaan, moet je kijken dat als je eenmaal uitgeeft, ervoor moet zorgen dat ja, de kwaliteit goed moet zijn, maar dat je ook voor goed kwaliteit niet altijd duur hoeft te betalen. En dat soms wel we ervoor moeten zorgen dat we offers moeten maken en partners moeten hebben. Dat heb ik ook aangegeven, van dichtbij of ver. Om ervoor te zorgen dat wij wel voor een draaidie zouden kunnen gaan en voor onze eigen kist zouden kunnen zorgen, om het zo te zeggen. Maar separaat daarvan heb ik ook gezegd, of een ander woord gebruikt, prudent. En dat heeft allemaal te maken met de financiële middelen die de SLM... niet heeft, want het zijn nog niet in de blauwe cijfers, nog lang niet, dat ze volledig moeten leunen naar de hoofdaandeelhouder en deze is dan de regering. En dat we ervoor willen zorgen dat we wel daarnaartoe dan moeten werken. Separaat daarvan, was er nog een andere vraag, meneer Cairo, separaat van wet en draailies en als SLM dat geld heeft. Ik was aan het schrijven. Heeft SLM het geld wel of niet om het te kunnen voldoen? Ja. Want we weten dat SLM in een bepaalde schuldenpositie verkeert. Mm. Is dat al opgelost of zijn er al regelingen? Hoe wordt dat opgelost? Nee, u had nog een vraag separaat daarvan. Dat was ten aanzien van de luchtvaartveiligheid. Ja, dus ik heb dat al aangegeven ten aanzien van SLM en de situatie. Nee, ze zijn nog steeds niet in de blauwe cijfers. Ja, ze gaan nog steeds volledig moeten leunen richting de regering. Hebben ze schulden daarbuiten? Ja. Zelfs schulden binnen TCT, parastatalen, die dan ook uitgewerkt moet worden. Ik heb gevraagd dat de parastatalen dan dat eerst bespreken, voordat ze dan richting de regering komen, richting mij komen en dan richting de regering, om het zo te zeggen. En dat ze met voorstellen moeten komen. Dus ja, als het gaat om SLM zijn er tal van zaken die door de jaren heen niet volledig of nog niet zo ver is dat het volledig is opgelost. En er is nog heel wat werk te verzetten en we kunnen misschien een ander moment inlassen waarbij wij specifiek dan over dat van SLM dan zouden kunnen praten. En dat team SLM zelf
dan u te woord zou kunnen staan, misschien ook door middel van een presentatie. Separaat daarvan heeft u ook de vraag gesteld om onze luchtveiligheid, luchtvaartveiligheid. En ik heb hier CASA's aanwezig ter ondersteuning, directeur Brian de Souza. Maar ik wil ook even aangeven dat wat de situatie is. De situatie is, ja, we hebben onze audit lang terug gehad. Die hebben we met successen mogen behalen. Maar het is namelijk zover dat de ontwikkelingen, de wereld verder is gegaan. En dat er tal van andere zaken zijn, criteria, waaraan wij zouden moeten voldoen. Intussen, omdat Suriname weet wat voor gewicht het heeft, want wij willen niet een niveau lager gaan, om het zo te zeggen, dat er een presidentiële commissie is ingesteld die ervoor moet zorgen dat alle actoren ervoor moet zorgen dat ze hun volle ondersteuning geven. Het gaat dan bij deze om diverse zaken. Vandaar ik heb aangegeven dat de wet burgerluchtvaart aangepast moet worden. Dat we met een plan moeten komen ten aanzien van onze capaciteitsversterking. Maar ook moeten we kijken naar dat gedeelte van de tariefsverhogingen die allemaal eigenlijk geïnd zou moeten worden vanuit CASA's, onze security fee, onze fees voor de vertrekkende passagiers als aankomende passagiers, die allemaal conform de internationale wetten en regels dan geïmplementeerd zouden moeten worden. En dat we ervoor willen zorgen dat wij niet van een bepaalde niveau, welke wij al heel hard naartoe hebben gewerkt, dan zullen dadelijk, vraag toch aan directeur de Souza dat waar nodig is misschien wat aanvullende informatie dan met de media, de luisteraars en de kijkers dan ook te delen. Bedankt minister, ook van mijn kant een heel goede avond voor u. Het is inderdaad zo dat momenteel wij te kampen hebben met een tekort aan personeel, gekwalificeerd personeel. En daardoor wordt het voor onze organisatie ook steeds moeilijker om de toezichthoudende activiteiten op de veiligheid efficiënt te kunnen uitvoeren. Vandaar dat wij de regering ook hebben benaderd. En vandaag hebben wij dus een presentatie gehouden voor de regering, waarbij wij hebben aangegeven van waarom wij zoeken naar een verhoging van onze verdiencapaciteit. Zonder de financiële middelen kunnen wij geen personeel in dienst nemen. Zonder die financiële middelen kunnen wij ons bestaand personeel ook niet sturen voor trainingen, hertrainingen. Heel belangrijk in ons vak. En dat leidt allemaal naar een soort inefficiëntie. En dat is natuurlijk niet, ik wil niet zeggen waarde voor een luchtvaartautoriteit, maar het heeft een impact op onze toezichthoudende activiteiten. Mijn inspecteurs op dit ogenblik zitten vaak achter een bureau, terwijl ik ze liever op het veld heb, waar ze dus echt hun toezichthoudende activiteiten kunnen uitvoeren. Maar vanwege een tekort aan personeel kan ik de inspecteurs niet dedicaten om een bureautaak uit te voeren, die wij volgens de internationale standaarden wel moeten doen. Vandaar dat eigenlijk wat betreft de veiligheidsstandaarden Suriname wat lager scoort dan de rest van het Zuid-Amerikaanse continent. Ja, dank u wel, directeur. Dus ik heb het dan aangehaald eerder. Het gaat om een stukje vergrijzing. Oké, okay. Het gaat om een stukje vergrijzing, die sowieso onderdeel daarvan is. Dank u wel, meneer Cairo. Ik ga het beantwoorden voor u. Het gaat om een stukje vergrijzing. Het gaat om een stukje opleidingen die we dan moeten geven. Tools die gekocht zouden moeten worden. En het gaat dan niet om financiële injecties vanuit de regering naar CASA's. Maar het gaat simpelweg om de verschillende fees die wij langzamerhand terug willen brengen. Na onze COVID-periode waar
het reizend publiek niet graag of niet mocht afreizen. Waarbij ook jaren terug daar een bepaalde fees misschien nog niet op de juiste manier zijn geïmplementeerd. Ik heb gesproken over wetten en noem maar op. Dat allemaal nu wel in werking zou moeten komen. En separaat daarvan wil ik ook aangeven dat, en daar ga ik dan richting die tijdlijn, want dat is eigenlijk een tijdlijn wat u vraagt, dat we kijken richting onze audit. Ik denk, of zo de confirmatiebevestiging krijgen in juli, dat het sowieso volgend jaar is, maar de datum van volgend jaar hebben we nog niet ontvangen. Wat hebben we wel gedaan? We hebben intussen wel de commissie al het huiswerk gegeven. Ik noem het huiswerk bij deze, want ze moeten het werk verrichten. Dat een stappenplan, zowel kort termijn, lang termijn en lang termijn, dan wordt uitgezet. Intussen zitten we momenteel in onze fase van korte termijn richting middellang termijn. Om ervoor te zorgen dat wij wel richting de audit werken, om ervoor te zorgen dat het een succes weer wordt. We hebben nu ongeveer plusminus een jaar voorsprong om het werk te verrichten richting onze volgende audit, om ervoor te zorgen dat al deze zaken, ook de zaken die CASA's heeft aangehaald, dat de zaken dan aangepakt worden. Er is een listing daarvan gemaakt, een volledige presentatie ook vanuit de IQO-commissie die gegeven is. En ze zullen ook bij de volgende RV, ik denk 1 mei is een vrije dag toch, dus het wordt dan de RV daarna, dat we weer een staan van zaken zouden kunnen geven vanuit onze media naar u toe, mediahuis naar u toe, CDS naar u toe, om de stand van zaken te geven van wat de laatste stand van zaken zijn vanuit onze perscommissie IKO. Het is geen makkelijke audit. Laat me dat alvast aangeven. Door de jaren heen hebben we heel wat tools niet meer in huis, of voldoen heel wat van die tools niet meer. Door de jaren heen, en vandaag heb ik moeten horen ook vanuit onze human resources, dat we zelfs daar deskundigen hebben van 80 jaar, dat ze nog steeds werken. En dat moet allemaal richting, ja, vergrijzing is niet altijd een prettig woord om te horen. Maar we moeten wel zorgen voor een stukje verjonging. Ik zie dat Gloria al aan haar gaat. Dus we moeten zorgen voor een stukje verjonging. Maar het gaat ook gepaard met ervaring. Er is een vereiste daaraan dat u een x aantal jaren ervaring zou moeten hebben om dan het werk te kunnen verrichten als het gaat om de inspecteurs, toch? Vooral de inspecteurs. Dus ik wilde dat even met u delen en dat wij wel de zaken in proces hebben gegooid en dat we kijken richting audit voor volgend jaar. Dank u, minister. Laatste mediahuis en met dit mediahuis gaan we de persconferentie afsluiten. Ik heb goede avond. Door de citatie van Sunweb TV. De vraag die ik heb is voor de minister van Justitie en Politie. NL heeft dus dan momenteel de heer Piet Walter aangehoord. En die geeft dus dan aan dat ze hebben dus in samenwerking met de politie in Suriname 6 miljoen in staven van goud aangetroffen in zijn huis. En die zegt, die zijn van de vicepresident, René Brunswijk. En de vicepresident geeft of bevestigt dat die werkelijk van hem zijn. Maar er is een aanvraag als de vicepresident ondervragen kan worden. En dat hebben ze dus dan naar het ministerie van Justitie, dus onder u, gestuurd. Is dat zo? En als het zo is, wat is dus dan het antwoord van Suriname? Kan minister even antwoord geven hierop? Dan kan ik even natrekken als we nog door kunnen trekken. Ja, dank u wel voor de vraag. Laat mij aangeven dat we inderdaad een rechtshulpverdrag, bilateraal rechtshulpverdrag hebben met Nederland. Maar het is geen cultuur dat rechtshulpverzoeken die gestuurd worden, zo openlijk worden gecommuniceerd. Wat dat betreft, als het Openbaar Ministerie wil ingaan op zaken, op de rechtshulpverzoeken die zij krijgen, dan mogen ze dat. Ik krijg ze, ik handel ze af, ik stuur ze terug. Wat ik wel kan aangeven is dat ik op dit moment
alle rechtshulpverzoeken die zijn ingediend door het Openbaar Ministerie heb afgewerkt. Dus ik heb ze teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie. Als Nederland, tenminste het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, openheid wil geven over rechtshulpverzoeken die ze in behandeling hebben gestuurd naar Suriname, dan kunnen zij dat bekendmaken. Maar de relatie, dat is een relatie tussen Openbaar Ministerie Suriname en Openbaar Ministerie Nederland. Dus ik ga geen bekendmaking doen over welke rechtshulpverzoeken ik allemaal binnenkrijg. Dank u wel. Ruimte voor twee vragen. Dus stelt u ze goed. Minister, tuurlijk. Oh. U zegt u heeft ze afgehandeld. Bedoelt u dat u ze heeft gehonoreerd, ja of nee? Maar dat zeg ik van, ik ga niet in op de inhoud. Ik heb ze afgehandeld, meneer Cairo. Laatste twee vragen, alstublieft. Minister, met betrekking tot, als we kijken naar wat de regering gezegd heeft over veiligheid, is dit een van de prioriteitsgebieden. Ik heb u de vraag gesteld, hoe staat het eigenlijk precies met veiligheid als prioriteitsgebied? Heeft u wel voldoende capaciteit om dit uit te voeren? Er zijn al geen middelen, er is geen PSU of u heeft wat in kunnen kopen, maar we kijken nog steeds aan tegen verschillende problemen. En hoe zal de communicatie geschieden naar de rest van de gemeenschap, vooral als we het hebben over een identificatieplicht dat wordt doorgevoerd? Directeur Casas, er heeft gesproken over een tekort aan personeel. Ik weet niet in hoeverre het mogelijk was qua afspraken maken met de regering om misschien het overvloed aan ambtenaren misschien daar te zoeken naar personeel om die op te leiden. Hoe heeft u daarna gekeken als dit probleem zich voordoet dat er een tekort is aan personeel? Directeur Casas, kunt u kort daarop antwoorden en dan kan minister Amoxie zijn antwoord geven. Goed, wij hebben reeds enkele gesprekken gehad met de regering en die ondersteuning van de regering is vol. Maar wat ik wel wil aangeven, het is niet zo makkelijk om personeel buiten de luchtvaart te nemen die dan je moet opleiden. Wij hebben een traject vastgesteld van minimaal 5 jaar, waarbij iemand die al gebrevetteerd is, dus een luchtvaartbrevet heeft, dan nodig heeft om opgeleid te worden tot volwaardig inspecteur. Dit traject is ook uit de praktijk gebleken veel te kort. We hadden niet zo lang terug, nou, nu ook al bijna 15 jaar terug, hadden we twee studenten laten opleiden. En die zijn toen in dienst gekomen bij CASAS. En het heeft bijkans 11 jaar tot 12 jaar geduurd voordat we ze los konden laten. Dus het traject is toch wel heel, heel, heel lang en toch wel heel gespecialiseerd. Minister Ramsaran wil nog wat zeggen. Toevoegend aan wat directeur Casas net heeft gezegd. Het gaat om simpelweg een tekort. Dat moeten we even verduidelijken. Tekort aan gekwalificeerd personeel. Het gaat niet om personeel die je op een of ander ministerie zou kunnen vinden. Maar het gaat om gekwalificeerd personeel. Natuurlijk zijn we voorstander van. En ik ga u eerlijk zeggen, toen wij het eerste gesprek hebben gehad tijdens mijn oriëntatiebezoek, heb ik ook met die aangegeven. We hebben ambtenaren die misschien ingezet zouden kunnen worden. En toen is dat dan beter uitgelegd van meneer minister. Dit zijn de zaken waaraan zij moeten voldoen. En het traject is natuurlijk vrij ingewikkeld, maar zijn we voorstander van homegrown, om het zo te zeggen, eigen personeel, dan begeleiden, trainen en zo ver brengen? Ja, dat willen we wel. Maar ik moet ook wel zeggen dat er lessons learned zijn. Lessons learned dat wij daadwerkelijk moeten gaan naar die homegrown en ervoor willen zorgen dat we dedicated, eigen, getrainde personeel dan zouden kunnen hebben. Natuurlijk, als we kijken richting de audit, onze audit, IQ audit, dat het veel te laat is. Maar we willen natuurlijk eraan toe gaan om ervoor te zorgen dat dat wel gebeurt. Ja. Dank u wel, minister. Meneer minister Amoxie. Ja, meneer Laroos.
laat mij aangeven dat het eigenlijk, je hebt nooit genoeg manschappen. Je hebt ook nooit genoeg voertuigen, toch? Maar ik kan wel de garantie geven aan de gemeenschap dat we wel genoeg in huis hebben. Dus het Korps Politie Suriname, Defensie, het Nationaal Leger, Korps Penitentiaire Ambtenaren, de BBS, dat we gezamenlijk, dat al deze diensten, korpsen, wel in staat zijn om gecombineerde inzet, gecombineerde aanpak, de rust binnen de gemeenschap terug te brengen, om het veiligheidsgevoel van de gemeenschap weer tot normale proporties te brengen. Nogmaals, er is geen gemeenschap zonder criminaliteit. Toch? Dat moeten we goed vasthouden. Maar het moet zeker wel mogelijk zijn om dat binnen beheersbare proporties te houden. En in die richting werken we. Nogmaals, ik wil de gemeenschap oproepen. Het is onze gemeenschap. Het is onze politieambtenaren, het zijn onze militairen die dag en nacht voor de Surinaamse gemeenschap werken. En we zullen alles inzetten wat ter beschikking is om onze gemeenschap te beschermen. Dat zullen we wel doen. Communicatie niet beantwoord. Hoe zal dit doorgecommuniceerd worden naar de gemeenschap als wij ons moeten identificeren op ieder moment van de dag? Ja, sowieso in alle talen, Sranantongo, Saramakaans, Nederlands, Chinees. Dus de communicatie naar de gemeenschap zal in samenwerking bijvoorbeeld met andere mediahuizen wordt de boodschap wel gebracht naar de gemeenschap. Informatie over aanhoudingen, informatie over de manier hoe zaken verlopen, over criminaliteitscijfers. Die zaken zullen in alle talen worden gecommuniceerd. Dank u wel, minister. En hiermee gaan wij deze persconferentie afsluiten. Ministers, hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en welwillendheid. Leden van CASAS, dank u wel voor uw aanwezigheid. Leden van de pers, dank u wel voor uw aanwezigheid. Kijkers thuis, goedenavond. Dit was deze persconferentie. Tot de volgende keer. Goedenavond.